Welkom terug bij mijn FIFA 17 Super League Career Mode. En we beginnen vandaag met de wedstrijd tegen Bayern München. Ja, dat is natuurlijk wel meteen een grote wedstrijd. Vorige aflevering ook al een hele grote wedstrijd. 2 tegen Manchester City. En daarna tegen Barcelona. Opvallend genoeg Barcelona niet in het linker rijtje, maar Bayern wel. Wij staan op dit moment eerste, Bayern derde. Ik zag even niet wat het verschil is in punten. Maar het is wel echt een topper. Nou, Alaba, natuurlijk een speler waar we zeker rekening mee moeten houden. Daar zien we hem, gedetailleerd. En ja, we spelen hier dus op Anfield. De uitwedstrijd eerder dit seizoen, die wonnen we. Maar je ziet dat we wel met een enigszins gemankeerde opstelling spelen. Griezmann bijvoorbeeld op de bank. Asensio ook op de bank. Sturridge op de bank. Spelen met Origi en Jansen in de spits. Dus dat wordt interessant. En dan gaan we kijken naar de opstelling van Bayern München. Met ja, wel gewoon de grote namen. Philipp Lahm is er nog altijd bij. We zien daar Rakitic nog op de bank. En Alexandre Pato. Wat verrassende namen. Maar voor de rest zien we gewoon Neuer op doel. Natuurlijk ook gewoon wat bekende gezichten. Douglas Costa hier. Die meteen met een solo begint. Schneiderlin. Lukaku, die kennen we natuurlijk ook. En daar de eerste kans. Makkelijke redding voor Cario. Slecht ingeschoten. Royce. Terug naar Rose. Brown. Rechtsback. Goeie actie. Henderson. Henderson terug naar Brown. Brown. Nee. Komt niet tot een vol schot. Zo blijft het 0-0. Aan beide kanten een grote kans. Dat leidde in beide gevallen niet tot een goed schot, zeg maar. Naar de volgende kans. En nu moet hij raak zijn. Maar dat is hij niet. Dat is hij niet. Hoe krijg je hem naast? Als... ja, volgens mij is dat toch een spits. Ik weet eigenlijk niet wie het is. Vrije trap. Genomen door Renato Sanchez. Die is mooi, maar belandt in het zijnet. En zo blijft het dus nog altijd 0-0. Prima vrije trap. Oh. Gaat maar net naast. En dat is de uitslag. Het blijft 0-0. En ja, niks gebeurt in de tweede helft. Je gaat het hier ook zien. Weinig kansen. 4 schoten op doel in totaal. En ik denk dat ik ze allemaal heb laten zien. Alhoewel die 2 laatste kansen van Bayern waren geen schoten op doel. Maar ja, er gebeurde gewoon niet veel in deze wedstrijd. En dus gaan we maar meteen door naar de volgende wedstrijd. Het zou misschien wel eens de kortste samenvatting zijn die ik ooit heb gemaakt van een wedstrijd in FIFA. Maar we gaan naar de tweede. En dat weer op Anfield. En weer tegen een Duitse ploeg. Ditmaal Bayer Leverkusen. Natuurlijk wel een totaal ander kaliber dan Bayern München. Hopelijk krijgen we de stand weer even te zien. Here we go. We staan nog altijd eerste, maar het gat met Sevilla en Bayern. En zelfs Dortmund en Paris Saint-Germain en Real Madrid is niet heel erg groot. 5 punten met de nummer 5 en 6. Dus dat is niet heel veel. Maar ja, tegelijkertijd, er is ook niet meer zo heel lang te gaan in de competitie. En hier de eerste kans. En die is voor Leverkusen. Maar een uitstekende redding van Karius. Mooi volley. Van Cordoba. De redding dus van Karius. Corner volgt voor Bayer Leverkusen.
En die bal wordt niet weggewerkt. Uiteindelijk belandt hij in de handen van Karius. Maar het is gevaar, is duidelijk, van Bayer Leverkusen. Nu de uitbraak via Asensio. Coman komt naar binnen. Goeie actie. Coman. Sturridge. Leg terug op Asensio. Asensio. Daar de grote kans voor Liverpool. Zit daar nog een been tussen? Lijkt er niet op. Hier, Leverkusen in de aanval. Da Costa. Goed in één keer doorgegeven en daar was ruimte in het midden. Maar daar wordt de bal niet gegeven. Bender, Bender. En de redding weer van Karius. Niet de moeilijkste bal van Bender. Had hij meer mee moeten doen, maar het is wel een corner. En de vorige was ook vrij gevaarlijk. Mehmedi achter de bal. Krijgt een herkansing. Voorland. Van de bal afgezet door Emre Can. Griezmann. Asensio. Door naar Can. Griezmann. Meteen door naar Coman. Coman. Goeie uithaal, maar de redding is ook prima. Zo blijft het 0-1. Oké, okay. Ik heb de 0-1 niet opgenomen blijkbaar in deze video. Dat overkomt me niet zo heel vaak. Maar blijkbaar deze keer wel. Maar in ieder geval, hier de volgende kans voor Leverkusen. Leverkusen dus op voorsprong op mysterieuze wijze. Spookdoelpunt. En dat had zomaar de 2-0 kunnen zijn. Geel komt er voor Cordoba. Dat is wat minder interessant. Corner van Volland. Dat is een hele slechte corner. Sturridge. Maar ja, dat doet hij ook niet echt goed. En zo blijft Leverkusen gevaarlijk. Can. Nu de uitbraak dan. Walcott. Geweldige paas op Griezmann. 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 Griezmann maakt er 1-1 van. Antoine Griezmann, de topscorer. Een ongelooflijk snelle uitbraak. En Schmeichel. Kasper Schmeichel. Toch? Hij heeft toch Kasper? Of is dat zijn vader? Ik haal nu de namen door elkaar. In ieder geval, Schmeichel heeft hem niet. En zo komen we weer op gelijke hoogte. Ondanks dat we de 0-1 nooit hebben gezien. Zijn 11e goal. Hier Volland. En daar het schot. Gaat naast. Corner dan. En de kopbal. Daar is Emre Can. Die de 2-1 scoort. Ja, we scoren niet heel vaak uit de corner. Maar ja, geen idee wat Schmeichel daar aan het doen was. Maar Schal kopt hem wel lekker hard in. Stond ook redelijk vrij. Emre Can maakt er 2-1 voor van. Dat rijmt. Ja, zo is Leverkusen misschien wel de betere vandaag. Maar hier komt de volgende counter. Lewis scoorde in de vorige aflevering. De enige goal tegen Manchester City in de beker. En daar wil Griezmann uithalen. Is dat Griezmann? Volgens mij wel. Maar dan loopt er iemand in de weg. Dat is een beetje ongelukkig. En zo blijft het 2-1. Nou, Firmino verovert de bal. En Da Costa schiet hem een beetje paniekerig weg. Walcott. Can heeft veel ruimte om uit te halen. Aardige poging. Maar de bal gaat over.
heeft wel heel veel ruimte weer. Net zoals bij die corner. Lewis is boos dat hij de bal niet kreeg. Dat was een prima poging. Ilori wint dat duel. Dan komt de volgende kans. Ja, Leverkusen speelt al uit de tag. En dan Lewis. Lewis. Deed hij knap. Daarna, maar was prima de draai. Maar dan schiet hij hem net te wild. En het was ook net buitenspel. Net een stapje. Maar we winnen wel. Helaas de goal van Volland vlak voor rust gemist. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat wij deze wedstrijd winnen. En uiteindelijk hebben we meer kansen gehad dan bij Leverkusen. Alhoewel, ik denk meer dan de helft kwam in de laatste 10 minuten. Can wordt man of the match. Samen met Griezmann eigenlijk. En dan gaan we naar een wedstrijd met Argentinië. Ik weet niet of dit de eerste is met Argentinië. Maar we zijn in ieder geval bondscoach van Argentinië op dit moment. Ik simuleer gewoon alle vriendschappelijke wedstrijden. Maar aan het einde van dit seizoen is wel de Copa America. En die ga ik zeker spelen. Dus met Argentinië. Terwijl Messi op dit moment de enige goal heeft gemaakt. Dus dan gaan we ook met Messi, Agüero, Di Maria. Nou ja, de namen die je links ziet staan, daar gaan we allemaal mee spelen. Dus dat wordt wel leuk. Messi scoort hier weer tegen Bolivia. Natuurlijk, zolang je thuis speelt, heb je eigenlijk, zeker als je met Argentinië bent, heb je eigenlijk wel, ik zou zeggen, 90% kans dat je wint. En dat gebeurt hier ook. 3-0 wel een rode kaart van Mascherano. Beetje onnodig in een vriendschappelijk duel met 3-0 voorsprong, maar oké. Maakt voor de rest niet zo heel veel uit. En we gaan naar de laatste wedstrijd van deze aflevering. En dat is niet voor het eerst in deze carrière. En ook niet voor het eerst dit seizoen. Een wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. We spelen eigenlijk, ik denk wel bijna 4 keer per seizoen tegen Tottenham. En nu dus weer op Anfield. Ja, dat betekent omdat alle wedstrijden op Anfield zijn geweest in deze aflevering. Dat is vrij bijzonder. Ik begin eigenlijk te betwijfelen of dat wel klopt. We hebben nog altijd een punt voorsprong op Sevilla op dit moment. Hopelijk kunnen we dat in ieder geval vasthouden, zo niet uitbreiden. Over, interessant. Volgende aflevering hebben we zowel een wedstrijd tegen Borussia Dortmund als tegen Paris Saint-Germain. Dat zijn natuurlijk twee ploegen die het ook goed doen. En die aflevering daarna hebben we een wedstrijd tegen Sevilla. Dus dat is ook iets om naar uit te kijken. Er zijn niet heel veel wedstrijden nog. Niet heel veel wedstrijden meer. Nog na deze nog 11 wedstrijden. En kijken waarmee Tottenham vandaag op de proppen komt. We zien Harry Kane, Eriksen, Son. Dat zijn wel de bekende namen. We zijn begonnen. Koeman, Can. Ik speel ook in toch wel mijn beste opstelling, denk ik. Hier Asensio. Is de bal heel even kwijt. Krijgt hem toch bij Rodriguez. Royce. Can. Sturridge eruit weg. Sturridge. Oh, Sturridge. Wat is dit? Dat is niet goed. Dit had natuurlijk 1-0 moeten zijn. Doet dit allemaal goed. Maar dan het schot is dramatisch. En volgens mij was dat Can. Die kon er ook niet meer bij. Of Asensio. Hier is Asensio. Door naar Klein. Klein, goede actie. Klein maakt het af. Jawel. Nathaniel Klein.
schiet Liverpool naar 1-0. Goal in de 37e minuut. Taking him for granted, they didn't think he was one of the chief threats, but he was. Ja, opvallend. Ik heb de laatste vier wedstrijden nu thuis gespeeld in de competitie. Dat is wel bijzonder. In ieder geval, hier is Asensio aan de bal. Harde tackle op Eriksen. Walker, ja natuurlijk Klein scoorde voor mij, dus misschien kan Walker hetzelfde doen. Lamela, aardige kans, maar kopbal gaat naast. Dit is in de tweede helft. Wanyama, Walker. En Walker doet dit allemaal prima en dan is dit 1-1. Wanyama staat vogelvrij in het strafschopgebied. Hij kan hem zo binnen tikken. Slecht verdedigd. Dat ja, kan je niet anders constateren daar. En zo in een wedstrijd die niet eens zo heel boeiend is, komt Tottenham toch terug tot 1-1. Maar daarbij is het dus nog niet afgelopen. Er is nog lang te spelen. Ja, altijd close games wedstrijden tegen Tottenham. Ik denk dat er nooit meer dan twee doelpunten gewonnen is door een van de twee teams. Meestal gelijk of het één doelpunt verschil. En daar de kans van Rodriguez. Maar die raakt de paal. Het is toch een goede reactie op die tegengoal. Maar blijft vooralsnog 1-1. Asensio. Chan. Haalt uit. Ja. Aardige poging weer. Van Chan. Ja, hij scoorde in de vorige aflevering van afstand tegen Manchester City. Nou ja, Royce deed dat ook. En nog iemand, Asensio, deed dat ook. Dus. Maar in deze aflevering gaan ze er nog niet in. Maar daar de corner. Oh, die gaat er wel weer bijna in. Ja, we hebben al eerder vandaag gescoord uit de corner. En dat was weer dichtbij. En we krijgen een nieuwe corner. Griezmann. Die bal gaat over of voorbij, maar wel opgevangen door Matip. Oh, flinke tackle zeg daar. Wel op de bal. Chan. Rodriguez. Levert in, maar zit daar ook weer meteen tussen. Sturridge draait weer goed weg. Legt terug. Op Coman. En dan is daar Lloris die ingrijpt. Sturridge. Asensio! Oh, op de lat! En dan half weggekopt. Wat een schot van Asensio zeg. En zo blijft het 1-1. Met nog iets meer dan 10 minuten te voetballen. Goeie actie van Son. Eriksen. Goeie bal. En dan 2-1 zou je zeggen voor het Spurs. Maar nee, Karius met een fantastische redding. Alle tijd van de wereld. Ja, het is gehaast geschoten. Maar wel een knappe redding zeg van Karius. En zo eindigt het ook met 1-1. Deze topper tegen Spurs. In toch wel weer een redelijk boeiende wedstrijd. Het is nooit echt saai tegen Spurs. Weer gelijk opgaand ook. Want ja. Zowel dat afstandsschot van Klein of die corner had erin gekund, of die laatste kans van Kane. Asensio wordt man of the match. En hier zien we de stand. En door dat gelijke spel zijn we gezakt naar de derde plaats. Maar wel een wedstrijd minder gespeeld dan zowel Sevilla
als Paris Saint-Germain. En tegen die ploegen spelen we binnenkort. Dus, en we naderen echt het einde van de competitie. Maar voor nu, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.